Ja, ik begreep net dat het geluid het even af liet weten. Dat blijft toch altijd een trucje met zo'n iPhone, zo'n vlog. Nou, ik zei zojuist, het wordt vandaag een hele spannende dag. Dat hebben we eerder aangekondigd. Alles staat vandaag in het teken van het VIRA-rapport. Het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie. Dat er heel veel fout is gegaan met de VIRA, ja, dat weten we wel. Maar ja, wie was nou waarvoor verantwoordelijk? Hoe waren de verhoudingen tussen de NS en het ministerie van toen Verkeer en Waterstaat, later INM? Waarom deze treinerbouwer? Hoe is dat gegaan met al die aanbestedingen? En natuurlijk, wie waren daar politiek verantwoordelijk voor? Dan gaat het over bewindslieden uit het verleden, dan gaat het over bewindslieden van nu. Destijds minister Eurlings, minister Peijs, minister Netelenbos, nu minister Schultz en staatssecretaris Wilma Mansveld, die nu dat dossier beheert. Nou, die is destijds verhoord ook door de commissie. Dat was niet al te best wat daar gebeurde. De commissie zei iedere keer toen in dat verhoor al in het openbaar, ja, wat u allemaal zegt klopt feitelijk niet. U kunt dat niet met feiten onderbouwen. Dus iedereen kijkt nu vandaag heel bijzonder naar de positie van Wilma Mansveld, nu de staatssecretaris van INM. En dat gaat het in zo'n rapport natuurlijk om woordjes, om termen die gebruikt worden. Ja, ik praat een beetje met meel in de mond, ik kom dat eerder ook aan. Ik kan alleen zeggen wat ik eerder heb gezegd, want de hele pers heeft alle stukken nu onder embargo gekregen. Wat erin staat kunnen we dus niet vertellen, dat embargo valt pas om 12 uur als het rapport wordt gepresenteerd. We weten wat erin staat. Nogmaals, ik zeg er niets over, je kunt aan mij niets afleiden. Misschien is het ernstig, misschien valt het mee, alles kan. We gaan het zien, om 12 uur ga ik je dat precies vertellen. Maar één ding kan ik je wel vertellen. Het wordt wel een hele spannende dag. 12 uur RTL Z krijg je meteen van mij alle conclusies uit het rapport en ook de conclusies die wij daaruit trekken. 12 uur, let op. We gaan aan de slag.